Welkom bij de Dag van de Crypto. En we hebben hier Michiel Frakkers. En Michiel Frakkers, die ken ik al echt gewoon uit 3 levens geleden. Met internet, toen hij nog jong en aantrekkelijk was. En toen hij Planet Internet oprichtte samen met een oude vrouw rot in het vak. Toen, je hebt allerlei andere dingen gedaan. Southwest, South by Southwest enthousiasteling. En VR, enthousiasteling. Enthousiasteling ben je heel erg mee bezig geweest voor Hollywood. En nu, op de dag van de crypto, gaf je een presentatie over jouw nieuwe ICO. Wat is dat? Bluenode. Bluenode is een protocol waarmee we gebouweneigenaren in staat stellen en beheerders van gebouwen om hun energieverbruik in kaart te brengen, te verlagen. Ja. En als het energieverbruik verlagen, dan is de waarde van het gebouw een gelijk een stuk hoger. En het idee is eigenlijk dat de vastgoedeigenaren rijker worden door lager energieverbruik, maar dan de wereld beter wordt omdat de CO2-emissie wordt verlaagd. Absoluut. Nou, dus laten we dat eventjes zogenaamd unpacken. Laten we kijken van, hoe werkt dat dan? 1, we willen graag die mensen, zeg maar, die gebouweigenaren, die moeten zich aansluiten bij jouw platform. Op wat voor manier doen ze dat? Hebben ze dan allemaal gebouwsystemen waar jullie mee integreren? Ja, precies. De alle systemen hebben alle gebouwen tegenwoordig al. Ze hebben allemaal slimme meters en dat soort dingen. Ja. Maar op dit moment kun je alleen maar je eigen gebouwendata meten. Ja. En je kan moeilijk benchmarken met anderen. Je weet helemaal niet maar of het goed doet. Maar heb je API's om met iedereen te integreren? En die worden dus gekoppeld via het netwerk. En het idee is eigenlijk dat ze in Bluenode tokens worden betaald als ze data uploaden. Kunnen ze anoniem doen. Ze krijgen ze om aan te sluiten en ze krijgen gratis betaald als ze data krijgen. Maar als ze dan willen benchmarken en modules willen gebruiken om te weten, als ik nou eens deze op mijn lampen vervang, als ik nou mijn ramen vervang, als ik mijn HVAC vervang of mijn airco, als ze dat soort recommendations willen, echt aanbevelingen, dan moeten ze weer betalen in tokens. En het zal je niet verbazen, de betaling in tokens is iets hoger als wat ze betaald krijgen. Ja, maar je krijgt eerst al gewoon een bak tokens, dan kun je een beperkte hoeveelheid informatie krijgen, wil je meer. Moet je bijkopen. Exact. Ja. Nou, dat is. Dan heb je natuurlijk ook allemaal mooie partners erbij die ook allemaal strategieën hebben, die ook daarbij betrokken zijn. Nou ja, in dit geval ben ik echt alleen de voorzitter van de club. Het zijn een groep Amerikaanse vastgoedexperts en energie-experts die ik heb leren kennen tijdens mijn reizen voor Jont. En als hobby was ik geïnteresseerd. Toen ik voor Jont reisde in de VR-wereld. Ja, Jont, vertel even VR-wereld Jont. Nou, dat was mijn dayjob. Arthur van Hof heeft dat opgericht. En ik was daarvoor de reizende ambassadeur. Maar even, wat is het ook alweer? Het is een 3D-studio of zo. Ja, Jont maakt alle productieapparatuur en software om VR-content te maken. Okay. Daarvoor was ik op reis de laatste jaren. En dan in mijn vrije tijd en hobby was ik geïnteresseerd in dingen, zelfde hobby's als jij, dat weet je zelf. Elektrisch rijden, je huis groen maken, duurzaam maken. En dan kwam ik allemaal mensen tegen die dat ook hadden, maar die dan daarnaast eigenlijk dachten, je wil iets gaan doen waardoor je een lagere CO2-uitstoot krijgt, gewoon de wereld redt, maar niet op een manier dat je de belastingen verhoogt. Dus kijk, nu gaan de subsidies van Tesla's, die worden vooral, Tesla-eigenaren zoals jij, genieten van de belastingvoordelen. Dus mensen met een Polo of met een Hyundai betalen belasting. En daar genieten de rijkere, welvarende crypto-mensen zoals jij van. Daar moet een ander model voor mogelijk zijn. Dus in ieder geval met gebouwen. Gebouwen. Dus 1/3 van de hoeveelheid energie gaat op aan gebouwen. Nou, 1/3 van alle CO2-uitstoot in de wereld wordt veroorzaakt. De grootste bron van energieuitstoot in de wereld, van zo'n CO2-uitstoot, is commerciële gebouwen. Kantoren en winkels. Commerciële gebouwen, ja. En dat kan eigenlijk gewoon, wat is het potentieel aan besparing wat daar mogelijk is, op een redelijke manier? Volgens Deutsche Bank en Rockefeller Foundation, die geloven bronnen, wij altijd onmiddellijk dat soort zijn namen. Onderzoek naar McKinsey heeft geverifieerd, is alleen in Amerika al, als de grote kantoorgebouwen 30% van hun energieverbruik verlagen, worden die panden meer dan $250 miljard meer waard. Ja, meer waard. Maar dus hoeveel minder energie kunnen die besparen? Nou, die kunnen 30% besparen, is redelijk mogelijk. Is redelijk snel mogelijk, omdat, dat weet je ook, in de rest van de wereld wordt niet zo heel zuinig gebouwd. En stoken ze. Nou, in Amerika zit je in de zomer met je jas aan, omdat het 16 graden is op kantoor. En in de winter stoken ze het weer zo heet. Het is gewoon, het is een andere manier van denken. Dus eerst bouw je een technisch platform waardoor die data binnenkomt. Allerlei mensen met oplossingen kunnen gewoon kunnen kijken hoe ze dan voor die individuele gebouw dat ding beter kunnen maken. En de eigenaar kan daar wat geld aan geven, bespaart energie. Als start-up had hij het nooit gekund, want dan zegt een investeerder, wat doe je nou? Je geeft alles weg. Je hebt geen intellectueel eigendom wat je ontwikkelt, je protocol geeft alles weg. Je hebt die coins, maar het wel gewoon, maar je meteen een betalingsmechanisme hebt om dat gewoon te regelen. Zitten jullie ook gewoon op de Ethereum? Of wat is het? We kijken wel heel sterk naar andere platformen om transacties te doen, want als de data
toename. Dan weet je, dan loopt Ethereum vol. Ja. En het hangt er vanaf hoeveel data de gebouwen gaan opleveren. En zoals het er nu naar lijkt, de grootste belangstelling is vooral van groot vastgoedbezitters. Ja. En wij dachten dus om dan te gaan kijken hoe ze nieuwe panden kopen. Nee, het is hoe ze hun bestaande gebouwenmanagers tegen elkaar kunnen vergelijken. Nou, ik snap het. Ik snap het, dat is al heel wat. Omdat ik het begrijp meteen met een ICO. Ja. Even over het team van mensen die erachter zitten. Hoeveel mensen zitten erbij? Nu in totaal nu iets meer dan 15, 16. 15 mensen, hoe lang zijn jullie bezig? Anderhalf jaar. Dus je bent net voor de hype van de ICO begonnen. Nou, we zijn er ook over. Het was een beetje een fondsmodel. We wilden eigenlijk een vastgoedfonds doen. Ja. Maar vastgoedmensen zeggen dan, ja, maar jij wil gebouwen dan beter maken en dan weer weg. Ja, het gaat ons niet om het bezit van het gebouw. Je wil absoluut niet het bezit doen, je wil die kennis. Oké, wanneer is de pre-ICO? Die is nu sinds vorige week in Davos het World Economic Forum gestart. De minimum cap is al gehaald. En hoeveel is op de eerste dag, die was $5 miljoen. Of in onze wereld 500 bitcoin. Ja. Als je dus gewoon ook een pre-ICO doet, dan heb je al geregeld dat je meteen al gewoon het hebt gehaald. En daarmee wordt het succes. We hadden hem niet hoor. Het is echt zo gebeurd in Davos. En hoeveel wil je ophalen hiermee? Wat is de hard cap? De hard cap is $32.5 miljoen. Dus iets meer dan 30 miljoen euro. Maar moet je kijken hoe makkelijk is om het geld op te halen. Hè? Dit soort dingen. Echt 32 miljoen. Hoeveel geld? Hoeveel heb je met Planet Internet ooit opgehaald? Zeg 18 miljoen gulden. 18 miljoen gulden. Dat was ook een gigantisch bedrag. Maar toen heb ik nog een schoonverlaterse uitkering. Dat vond ik toch heel veel hoor. Ongelooflijk bedrag eigenlijk. Maar nu even zo 32 miljoen. Want jullie zijn net bezig met het product. In welke fase is het product? Proof of concept. Proof of concept. En dan haal je daar dus gewoon... Het voordeel is nu bij dit project dat er allemaal bestaande gebouwen zijn die dit al doen. En die data kan je gebruiken. Dus je kan laten zien dat het model werkt met publieke data. Ja. En dat is het heerlijke ervan. Michiel, je was geweldig succesvol op de juiste plaats, de juiste tijd met een internetprovider met Planet Internet. Nobody knows about it anymore, maar KPN. En dan ben je nog met allerlei andere dingen bezig geweest. Niet succesvol? Nooit zo succesvol als toen. En nu zie je er weer. Wat denk jij van die hele crypto-wereld? Ja, ik heb heel simpel. Ik had net met Alex Bausch over, dus ook van onze generatie even. Als ondernemer was ik succesvol. Als investeerder helemaal niet. Ik dacht echt het Messias-complex. Ah, dan help je ze en dan lukt het wel. En zo werkt investeren helemaal niet. Investeren is gewoon, je zit op de achterbank en je rijdt mee als passagier. Ja. En je hebt gewoon niks, je moet vergeten dat je invloed hebt. En ik heb dus de mobiele, de tweede grote klap na de internethype, heb ik helemaal gemist, de mobiele doorbraak. Ja, weet je nog van de BlackBerry en de iPhone? Gemist. Ja, al mijn apps waar ik in heb geïnst, allemaal mislukt. Okay. Nu denk ik, heb ik een combinatie. Als ondernemer, maar dan als voorzitter en als begeleider. Wat is een voorzitter? Wat betekent dat? Nou, we hebben een Zwitserse ondernemer, die met chairman of the board. En we hebben gewoon een team, verdeeld met allerlei functies. Er zitten Nederlanders in, Zwitsers, Italiaan. Maar bijvoorbeeld, wanneer is de ICO? Ja, die is, wanneer begint die? Ik zal je eerlijk zeggen, wij denken erover nu om geen public sale te doen. Omdat de private sale zo goed gaat, dat we misschien gelijk van private sale... Waar moeten we heen gaan als we mee willen doen? Bluenote.world, kun je registreren. Dan kun je meteen de tokens en dan heb je... En heel belangrijk, één ding zeggen. Wat jij leuk zou vinden, we hebben vandaag bekendgemaakt hier, dat Alberto Paci, het hoofd data management van CERN, de deeltjesversneller uit Genève. Het hoofd, die is lid geworden van ons advisory board. Okay, als iemand weet hoe je van data informatie maakt, dan is hij het wel. En het valideert wel ons technisch model, denk ik. Heel mooi. Succes, Michael. Hartstikke leuk. Dank je wel.